Welkom op het webinar Business Design Thinking vandaag. Dus we gaan het hebben over waarom organisaties of individuen zouden moeten inzetten op Business Design Thinking. Om nog een beetje meer context mee te geven, voordat we echt gaan starten, het topic waar we het dus vandaag over gaan hebben, maakt eigenlijk deel uit van een breder geheel. Van onze opleiding Business Design Thinking bij Antwerp Management School, die dat in oktober in het najaar gaat starten. Dus nu in het oppervlak raken we echt alleen aan het oppervlak. Hè? Er is veel meer over te vertellen. Ik denk dat Remco daar dagen en dagen en dagen over kan vertellen. En dus daarom bestaat die opleiding van 4 dagen ook, hè, voor mensen die zich echt nog meer willen verdiepen om de Business Design Thinking methode echt te gaan aanleren en toe te gaan passen. Hè? In hun eigen organisatie. Voilà. En ook die opleiding die wordt dus gegeven door Remco Lenstraat. Dat is een van de docenten en ook de academisch directeur van die opleiding zelf. En hij gaat vandaag ook het webinar geven. Dus zo dadelijk het woord aan jou, Remco. En voor iedereen die nu toekomt, nog eens welkom. Jullie zullen zien dat er heel wat mensen hun naam, functie, de organisatie waar ze voor werken en de reisbestemming waar zij deze zomervakantie naartoe gaan. Maar dat kan dus ook een staycation zijn of misschien zelfs geen vakantie. Maar dan kunnen we toch al ons een beetje verlekkeren daarop. Voilà, Remco, dan heel graag het woord aan jou. En veel luisterplezier, iedereen. Dankjewel, dankjewel. Ook van mijn kant uit, goeie morgen nog en goeie middag straks, iedereen. Ik ben iedere keer, word ik een beetje van mijn... ik laat me iedere keer misleiden door die mensen die in vakantiebestemmingen aan het ingeven zijn. Van dit is mijn functie, dit is mijn bedrijf en dit is mijn vakantiebestemming. En daardoor denk ik iedere keer van, we hebben een kei-internationaal publiek. Maar het zijn over het algemeen toch nog wel... hey Marianne, je bent er ook. Lang verhaal kort gemaakt. Ik ben Remco, ik ben inderdaad academisch directeur bij Antwerp Management School. En vanuit die omstandigheid probeer ik ook jullie vandaag warm te maken voor het vakgebied van design thinking. De bedoeling is dat ik jullie vandaag probeer mee te nemen in laten we zeggen, wat design thinking is. En je zult zien voor vandaag ook, dat ik ook wil laten zien dat dat wat ruimer gaat dan alleen maar het proces om, bestaande producten of diensten te optimaliseren of verbeteren, maar dat dat ook eigenlijk strategisch gezien en naar verandering toe binnen een organisatie een ongelooflijk krachtig iets is. Ik hoop dat ik daar vandaag een lans voor kan breken. En dat ik jullie ook wil laten zien dat design thinking eigenlijk meer dan een innovatieprocesje ook gewoon een organisatiecompetentie is. Ik denk dat dat eigenlijk een van de belangrijkste zaken is die ik jullie wil meegeven. Ik denk dat het in deze tijd design thinking zijn plek steeds meer aan het krijgen is binnen organisaties, dat dat steeds breder verspreid begint te raken en dat dat steeds meer, laten we zeggen, een gedeelde competentie en een gedeeld proces aan het worden is. En dat is volgens mij precies waar dat design thinking moet zitten. Binnen een organisatie. Nu misschien even een klein beetje over mezelf. Ik ben dus inderdaad Remco, academisch directeur design thinking bij Antwerp Management School. En laten we zeggen dat het vlaggenschip van die functie eigenlijk die open executive opleiding business design thinking is, die dat eigenlijk design thinking als een innovatiemethodologie, maar ook als een businesscompetentie binnen een strategische context probeert te poneren. Klein beetje over mezelf, mijn achtergrond. Ik ben eigenlijk afgestudeerd als industrieel ontwerper. Daar linksboven zie je mijn allereerste product dat ik ooit ontwikkelde. Een stoellift die langs de trap omhoog gaat. Met enige trots mag ik zeggen dat die nog steeds op de markt is. Hoewel dat mijn eerste schuimmodellen van dat ding, die dateren van 1998, als ik me niet vergis. Nu voor de duidelijkheid, dat was een project dat ik deed bij een ontwerpbureau in Delft, Flex Development. En ik was ook maar onderdeel van een team. Linksonder een product Sanix voor de mensen die mijn leeftijd hebben. Ik ben ondertussen 46. Die herinneren zich misschien nog dat Sanix ooit een product was dat verkocht werd in apotheken. En dat ze op een gegeven moment een strategische herpositionering hebben gedaan naar het verkopen van die Sanix-producten in supermarkten. En dat betekent dus eigenlijk dat de eerste keer was dat ik... eigenlijk in een strategische context als ontwerper aan de slag ging. En ik moet zeggen, dat beviel mij wel. En naarmate dat mijn carrière vorderde, begon ik ook wel achter te komen dat er limieten waren aan mijn competenties als ontwerper. Ik ben nog altijd een redelijk een tekenaar, maar ik was geen absolute topper. En ik begon ook te merken dat mijn eigen interessegebied wat begon te verschuiven naar meer het strategische en naar meer het onderzoeksluik van het verhaal.
Uiteindelijk ben ik dan in België bij het mooie West-Vlaamse bedrijf Jori beginnen werken, waar ik uiteindelijk R&D-manager ben geworden. Dus meer in het, laten we zeggen, managerial aspect terecht ben gekomen. En na enkele jaren carrière daar heb ik de kans gekregen om te gaan werken bij Flanders in Shape, wat dat toen in de tijd een competentiepool productontwikkeling en industrieel design was. En dat was eigenlijk een kennisinstelling die gefund was door de overheid om nieuwe kennis te ontwikkelen rond productontwikkeling en industrieel design en dat te brengen naar de Vlaamse industrie, zijnde de maakbedrijven. En daar is mijn interesse voor human-centered design begonnen en daar is eigenlijk heel het verhaal richting design thinking zo'n klein beetje gaan ontstaan. Een klein hoogtepuntje uit dat verhaal is dat boek Cecilia's Keuze, dat u daar rechtsonder ziet staan, wat op dat ogenblik, ik spreek over 2010, wel een beetje een mijlpaal was, in die zin dat dat een van de eerste boeken was rond, laten we zeggen, human-centered design in de Vlaamse landstaal. En wat ook heel fijn eraan was, is dat dat boek heel mooi geco-creëerd is met een aantal partijen vanuit de industrie. Dus er staan daar een 10-15 cases in, wat ook altijd heel fijn is om dat heel tastbaar te maken. Dus een toolboek en een aantal cases dat erin staan. Dat is over 2010. De wereld is al wel hard veranderd sindsdien. Er zat nog relatief weinig, laten we zeggen, digitale trajecten in. Maar laten we zeggen dat dat toch een mooi startpunt was op dat ogenblik. Nu, als ik zeg dat we over design en thinking willen gaan praten, dan het eerste wat ik eigenlijk wil doen, is even vergeten dat we het over design hebben. Ik wil eerst en vooral heel simpel met jullie praten over hoe dat de wereld waarin dat wij aan het werken zijn aan het veranderen is. Meestal in de meeste inleidingen die ik geef, dus deze slide, voor de mensen die mij al eens een keer in actie hebben zien, zullen deze slide zeker herkennen, begin ik altijd mijn verhaal met, kijk, we zitten in, toen ik in de tijd R&D-manager was bij die West-Vlaamse KMO, bij Jori, dan was ik hoofd van de R&D-afdeling. Hè? Dat was dus hoofd van de R&D-afdeling. Ik was dus met andere woorden, ja, hoofd van een silo in een organisatie, in een heel erg goed gerunde organisatie. Maar laten we zeggen dat het paradigma waaronder dat bedrijven op dat ogenblik gemanaged werden, dat daar vooral ging over het goed structureren van je organisatie en het onder controle houden van je organisatie. Ik spreek over het jaar 2000. Laten we zeggen dat mensen die tot 20 jaar geleden een MBA aan doen waren, dat die vooral die controlemechanismes aanleerden. Hè. Een bedrijf is een organisatie die op te delen valt in silo's en die aan elkaar te rijgen valt met procedures. En hoe meer dat je dat verhaal onder controle brengt en in procedures schiet, hoe professioneler je met je organisatie bezig bent. Of dat was toch in ieder geval op dat ogenblik het paradigma. En dat onder controle brengen, dat kon vrij absurde vormen aannemen. Voor de duidelijkheid, de procedure die ik je zo meteen ga laten zien, is niet een procedure van een bedrijf waar ik gewerkt heb, dus je moet niet gaan zoeken. Het is een anonieme procedure, maar dit is een echte procedure uit een echt bedrijf. En dat gaat over het opstellen en het afbreken van de kerstboom. Je kunt je afvragen in welke mate dat je dan een beetje over de top bent gegaan met het onder controle brengen van je organisatie. Goed, we komen dus uit een, laten we zeggen, managementcultuur of een paradigma, laat ik zeggen, van waarin dat organisaties in stukjes werden geknipt en dat mensen in die organisaties relatief eenvoudige taken kregen. Ik moet altijd lachen met die filmpjes vroeger van Eiges, waarin dat er iemand in de pensioentoren zat en eigenlijk getallen moest ingeven. En dat ging dan naar de Pierre op 7e en hij wist niet eens waarom of hoe of wat. Hè? Een beetje de Modern Times allegorie. Iedereen heeft een klein taakje in een groter geheel. En dat grotere geheel wordt gemanaged. Maar eigenlijk, als je kijkt naar hoe dat we nu aan het bewegen zijn binnen organisaties, dan zie je eigenlijk dat we onze taken steeds complexer worden. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen momenteel in dit webinar zitten die dat op zich op hun naamkaartje niet het woord innovatie hebben staan, maar toch elke dag betrokken zijn of willen zijn bij het maken van de toekomst van een organisatie. Dus we verwachten eigenlijk veel meer van onze mensen. We verwachten dat ze klantgericht zijn, een grote autonomie hebben, dat ze meerdere skillsets hebben, dat ze op een multifunctionele manier met elkaar, multidisciplinair kunnen gaan werken. We verwachten nogal het een en het ander. Als je dat vergelijkt met dat, laten we zeggen, in stukjes knippen en onder controle houden, verwachten wij plotseling dat mensen, ja, zich anders gaan gedragen, meer autonomie krijgen, meer klantgericht worden. En waarom doen we dat? Dat doen we voor een stuk in respons op het feit dat de omgeving binnen de welke dat onze bedrijven en onze organisaties actief zijn,
dat die ook steeds complexer wordt. Dit is de obligate VUCA-slide die in elke presentatie die je waarschijnlijk de laatste 3-4 jaar gezien hebt wel gezeten heeft. Ik zal hem dus ook even laten passeren. Maar eigenlijk komt het erop neer dat, dat als de omstandigheden waarin dat we aan het werken zijn steeds volatieler worden, complexer worden, ambigu worden, onzeker worden, dan moeten we daar op een of andere manier ook iets tegenover zetten. Je kunt complexiteit, als je in die complexiteit wilt aan de slag gaan, dan ga je het collectief, de collectieve intelligentie van jouw totale organisatie moeten kunnen aanspreken. Dus je gaat eigenlijk ook met complexiteit op die complexiteit moeten gaan antwoorden, als je begrijpt wat ik bedoel. En er zijn wel wat dingen te zeggen voor mensen, laten we zeggen, wat meer zelfsturendheid te geven. Zelfsturend, client-centered, autonoom. Dat zijn zaken die zojuist zijn teruggekomen. Als je even kijkt naar een aantal getallen, mensen die zelfsturendheid of een zekere mate van zelfbeschikkingsrecht en autonomie hebben, die zijn gemotiveerder, gemiddeld genomen. Die voelen zich beter thuis in een organisatie. Zelfmanagement sluit sterk aan bij bijvoorbeeld zelfdeterminatietheorie en dergelijke. Hè. Dus met andere woorden, als het gaat over preventie en burn-out, is dit ook bijvoorbeeld een interessante indicator. Hè. Als je een klein beetje autonomie hebt, dan zul je ook je beter thuis voelen. Zul je gemotiveerder zijn. Zul je over het algemeen je werk ook wel beter doen. Dat werken moeilijk is. De complexiteit, werken blijft complex. Dus dat is op zich niet zoveel veranderd. Maar je voelt je beter thuis, je bent beter gemotiveerd en je doet je werk beter. Dat is één punt. En als je dan kijkt naar het lerend vermogen, hè, we hadden net Eline in de introductie al, die vertelde, ik ben Learning and Development Advisor. Als ik gewoon even kijk naar bijvoorbeeld ook deelnemers aan de Masterclass Business Design Thinking die we tegenkomen, dan zien we ook steeds meer dat er mensen vanuit een Learning and Development omgeving vanuit de bedrijven beginnen deel te nemen, omdat die ook antwoorden zoeken. Naar het omgaan met die complexiteit en dat ze ook proberen om hun skills in te zetten voor hun eigen personeel. En misschien even kijken naar leervermogen van zelfsturende teams, dan zie je dat zelfsturende teams beter zijn gemiddeld genomen in het oplossen van onvoorziene problemen. Dus in innovatie zal er altijd wel ergens een keer een beer op de weg zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Er zal altijd wel een keer iets onverwachts gebeuren en hoe ga je er dan mee om? Ze zijn beter in het omgaan met complexiteit. Een grotere lerend vermogen. En ze doen het ongeveer even goed. Ja, dus met andere woorden, mensen worden flexibeler, meer resilient, beter in het omgaan met het onvoorziene, beter in het omgaan met complexiteit, beter in het lerend vermogen. En als er één ding is wat dat zeker is, is dat het blijven leren, en het ook selectief hier en daar al eens een keer iets vergeten, dat een blijvend onderdeel is geworden van onze carrières. Ja, daar hebben we expertise genoeg voor. Binnen Antwerp Management School, laten we zeggen in de meer HR-gerichte omgevingen. Maar ik hoop dat u beseft dat het levenslang leren, dat iets is wat daar in toenemende mate belangrijk is. Dus de manier waarop dat we aan het werken zijn, is veranderd. We zijn aan het veranderen van meer hiërarchische organisaties naar meer, laten we zeggen, lokale besluitvorming. Coaching en servant leadership, leiderschapstijlen zijn aan het veranderen. Een voorbeeldje geven, onze rollen worden flexibeler. De focus ligt steeds minder op het individuele en steeds meer op de output van het team. En recent, kunt er niet omheen, is er natuurlijk ook heel veel te doen rond, laten we zeggen, het hybride of gedistribueerde werken, waar dat ook steeds meer, laten we zeggen, remote gewerkt wordt of in combinaties van remote en fysiek aanwezig. Dus er zijn nogal wat veranderingen aan de gang in de manier waarop dat wij werken nu. Kunt u afvragen, wat heeft dat in godsnaam met design te maken? Wel, op zich niks. Maar terwijl dat allemaal aan het gebeuren was in de arbeidsmarkt, is er ook wel wat veranderd in design. In mijn vakgebied, ik heb je net verteld, ik ben opgeleid als industrieel ontwerp. En toen ik afstudeerde, was ik een productenmens. Ik moest producten ontwikkelen. Maar tegenwoordig zijn we niet meer alleen producten aan het ontwikkelen, maar tegenwoordig zijn we steeds complexere zaken gaan. Zijn we steeds in staat om steeds meer complexe zaken te ontwikkelen. Dus met andere woorden, waar ik vroeger, bij ons spreken, als een naam op mijn mesthoop baas was van mijn silo, zien we dat nu design niet per se meer een silo is, of innovatie niet meteen meer een silo is, maar meer een competentie die dwars door de hele organisatie draait. We zijn niet meer alleen bezig met het ontwerpen van producten, maar we zijn bezig met het ontwerpen van diensten, van systemische interventies, zoals dat heet. We zijn
ben bezig vaak in de context van transformatie, eerder dan in een individueel project. Dus alleen de complexiteit die design aan kan, is in toenemende mate groter en groter en groter geworden. We zijn niet meer alleen het probleem oplossend bezig, maar we gebruiken design ook steeds meer om beter te begrijpen wat en welke problemen onze gebruikers allemaal daadwerkelijk ervaren. Dus met andere woorden, design heeft ook een waanzinnige evolutie doorgemaakt. Hè. Zeker de laatste tijd zie je dat het fenomeen co-creatie ook enorm aan het toenemen is. We zijn niet meer in onze ivoren toren aan het ontwerpen voor een ander, maar we zijn aan het ontwerpen met die ander. En tijdens dat ontwerpen zijn we dan ook steeds meer kennis aan het ontwikkelen. We zijn niet meer aan het ontwerpen alleen maar voor dit een eindklant. Hè. Wat daar vroeger, hè, als we spreken over human-centered design, zei je van dat is mijn eindklant en daar ga ik voor ontwerpen. We zijn steeds meer in een genetwerkte organisationele context bezig. Designprocessen zijn steeds meer processen waarin dat ook partijen van buiten de organisatiegrenzen betrokken worden. Dus met andere woorden, design is een fameus stukje complexer geworden, maar daarmee ook een stuk puissanter geworden. De impact die je met design kunt bereiken, is groeiende. We zijn niet alleen individuele producten aan het maken, maar tegenwoordig zijn we zelfs design aan het loslaten op het verbeteren of het aanpakken van wat men dan de zogenaamde wicked problems noemt. De zeer complexe maatschappelijke vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden. Om toch eens even een klein beetje theorie daarom te laten zien, eigenlijk komt het erop neer dat de complexiteit die design aan kan, enorm aan het toenemen is. Ik ben afgestudeerd als productontwikkelaar, maar tegenwoordig zijn we bezig in de context van transformatie, waarin dat we hele holistische, genetwerkte problemen proberen aan te pakken met die methodologie van design thinking. Tweede punt, ook niet onbelangrijk binnen de context van Android Management School, sustainability, een ongelooflijk belangrijke pijler ook waar we mee aan de slag zijn. Ik geef trouwens ook een stukje les in de open executive opleidingen rond sustainability en innovatie in functie van sustainability, zien we dat design ook steeds meer een geweten heeft gekregen. De bedoeling is wel degelijk dat we niet alleen winst maken, maar dat we ook op een positieve manier bijdragen aan de wereld. En aan de wereld bedoel ik niet alleen, laten we zeggen, het klassieke groene innoveren, maar heb ik het ook over het sociale innoveren. Het sustainable innovation. Dus met andere woorden, we proberen onze nadruk te leggen op een socio-economische context en op een duurzaamheidscontext. We proberen daar zo goed mogelijk aan bij te dragen. Zoals ik zei, design heeft gelukkig maar een geweten gekregen. Laten we hopen dat dat ook breed in de sector doorcijpelt, hè, dat er steeds minder aan greenwashing wordt gedaan. We kennen de verhalen van de Duitse banken van recent. Maar dat is met andere woorden dat we met een geweten proberen om zo goed mogelijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin dat we leven, aan de planeet waar dat we op wonen. En in die mate kan design dus een enorm grote complexiteit aan. Eentje waar ik vandaag niet dieper op wil ingaan, maar gewoon om jullie het spectrum een beetje aan te tonen. Een redelijk recente discipline bijvoorbeeld in het design denken is transition design. En dat is eigenlijk het proberen om overgangen van paradigma's te helpen designgewijs te verwezenlijken. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld de eiwittransfertransitie. Mensen van vlees eten, van overwegend vlees eten naar een overwegend vegetarische maatschappij, hoe zou dat kunnen gaan verlopen? Dergelijke grote transities zijn tegenwoordig ook het onderdeel van de designdiscipline. Voor de duidelijkheid, dit is design 2.0, 3.0. Dat is al redelijk voor gevorderde. Maar uiteindelijk, ik wou je maar aangeven hoe groot het spectrum is van wat we tegenwoordig met design kunnen aanvatten. En misschien ook wel nuttig in functie van hetgeen wat ik op het einde van deze presentatie ga laten zien. Omdat ik jullie ook wil meenemen in een project wat we zelf gedaan hebben. Rond reïntegratie na burn-out. En daar zou ik ook wel een paar slides rond willen delen en jullie laten vertellen voor een stukje hoe dat we dat aangepakt hebben en welke impact dat we met design thinking eigenlijk kunnen hebben op een toch vrij relevant, zeer relevant maatschappelijk thema. Nu, ik heb je net verteld de manier waarop we werken is veranderd. We moeten steeds complexere dingen gaan doen in functie van steeds complexere omstandigheden. En gelukkig is design ook steeds meer in staat geworden om complexiteit aan te pakken. Dus met andere woorden, new ways of working require new ways of working. Nu, we hebben net een oefensessie gehad, dus Eline, jij bent op standby. Ik wil eens een keer aan jullie gewoon vragen. Als ik jullie vraag wat design thinking is,
En Eline gaat even een link met jullie delen. Laat ik het even over, Eline? Ja hoor. De link zit al in de chatbox, hè? Dus daar kunnen de mensen dan naartoe gaan. Ah, wel. En als je deze link volgt, dan kun je een antwoord geven op de vraag Design Thinking is, ken je nog, die liefde is, postertjes die vroeger overal aan de muur hingen van een bond zonder naam. Ah, wel, Design Thinking is, probeer een keer een aantal woorden van u af te schrijven waarmee dat jij denkt dat je Design Thinking kunt typeren. En dan zal Eline zometeen met ons delen wat daaruit gekomen is. Ik ga jullie even een paar secondjes geven om jullie best te doen daarin. Inderdaad, hè? Dus we gaan jullie even de tijd geven om daarop te antwoorden. En dan zo dadelijk ga ik even het scherm delen met het resultaat. Dus ik hoop dat het voor iedereen lukt om de link te vinden in de chatbox. Je kan die ook ingeven op jouw gsm. Hè? Op je gsm kan je het ook doen. En ik zie hier al heel wat zaken binnenkomen. Dus misschien is het al eens interessant, Remco, dat ik al eens met jou deel. Nou wel, laat het zien. Hè, wat er hier allemaal binnenkomt. Voilà, dus ik neem eventjes het scherm over. Ik heb al wat namen herkend, zojuist. Dus ik hoop dat er ook... Er zullen wel wat dingen tussen zitten, hoop ik. Hè. Out of the box, co-creatie, een methode. Ja. It's alive. Ja, it's alive. En de zaken die dus meer oplichten of groter worden, die worden dan vaker door... Ja. Iteratief, innovatie, human-centered, ja. Behoefteanalyse, een gestructureerd proces. Ik zie al een heel aantal zaken die er knal op zitten. Ja. Of er net naast, dat is ook goed. Dat is niet erg. Tenminste, nee. Ik wil maar zeggen, je krijgt ongenuanceerde antwoorden. Hè. Ik hoop dat het antwoord is altijd genuanceerd. Creatieve methodes, double diamond. Hè. Dat zijn mensen die al een beetje voorkennis hebben. Misschien denken dan doen. Prototype gericht. Wel, ik denk dat als je kijkt naar de algemene spreiding, hè, dan stel je twee dingen vast. Het eerste is, ik heb een nieuwe bril nodig. En het tweede is, de antwoorden omschrijven redelijk goed, of dekken redelijk goed. De lading van hetgeen wat dat we aan het doen zijn. Voilà, goed. Okay. Remco, ik hou deze bij, hè, deze slide ook. Dus er zullen misschien nog wat antwoorden. Misschien is het interessant dat we die ook kunnen delen achteraf. Voilà, in de opvolgmail. Dat kan. Ja, dat is een goed idee. Voilà. Dus dat kan zeker. Jij mag nu terug het scherm dan overnemen. Ik ga overnemen. Waar zijn we? Hier. Share. Voilà. Design thinking is... Ik vertel in mijn inleidingen altijd een hele simpele definitie van design thinking. En dat is, design thinking is design, maar ook voor niet-designers. En wat ik daarmee wil zeggen is, als je naar een design thinking opleiding komt om zonder enige voorkennis plotseling te denken dat je de allerbeste ontwerper aller tijden gaat worden, dan moet ik jullie helaas teleurstellen. Je zou het design métier tekort aandoen door te denken dat iedereen, wij zullen spreken, op een 4- of 5-daagse opleiding of op een combinatie van een aantal workshops plotseling een top designer zou kunnen worden. Wat dat wel zo is, is dat design thinking een skillset is die je kunt ontwikkelen en kunt leren. En dat design thinking ruimer gaat dan alleen het métier ontwerp. Design thinking stelt eigenlijk het proces dat van oudsher in de ontwerpdiscipline ontwikkeld is geweest, ook open voor anderen om daaraan te gaan participeren. Dus wat voor mij is de essentie van design thinking eigenlijk heel simpel. Het individuele proces van de ontwerper wordt een collectief proces voor de organisatie. En dat betekent dat iedereen binnen de organisatie, op basis van zijn talenten, die ook voor een stuk ontwikkeld kunnen worden via opleidingen en ervaring, kunnen bijdragen aan de innovatie van de organisatie. Met andere woorden, design thinking is de manier om mensen te helpen te laten participeren aan het bouwen van de toekomst van een organisatie, aan het bouwen van toekomstige producten, aan het bouwen van toekomstige diensten. En ik hoop dat daarmee al een deel van duidelijkheid is geschapen. Je zult in een design thinking opleiding een proces leren en tools leren en je zult daar, als je tools in die opleidingen gaat herhalen, ook steeds beter in worden. Maar zoals altijd, hè, als je goede dingen wil doen, werk met experten. Dus als je de design skills niet in huis hebt,
dan blijft het nuttig om ook in het design thinking ondersteunproces die design skills wel degelijk in te schakelen en eventueel te werken met iemand vanuit de reguliere markt of eventueel andere mensen met andere skills in huis te halen, in-house design, talent aan te trekken, dergelijke zaken. Maar samenvatting is eigenlijk, design thinking is design ook voor die ontwerpers. Met andere woorden, design thinking is het gedeelde proces om te gaan innoveren met je organisatie. En dat heeft zijn populariteit een stukje te danken aan het evangeliserende werk van onze vrienden van IDEO, Amerikaans ontwerpbureau, die in samenwerking met Stanford D-School de eerste design thinking opleidingen de markt in zijn gaan brengen, waar dat ook bijvoorbeeld in Europa bij Hasso Plattner het een en ander van uitgerold wordt. En zij zijn begonnen ooit met dit proces. Hè. Het proces dat ze gebruikten om het design thinking proces voor te stellen was, kijk, je hebt eerst en vooral empathie nodig. Empathie betekent dat je je gaat inleven in de context van de gebruiker, dat je echt op zoek gaat naar wat zijn nu eigenlijk de onderliggende noden van die gebruiker. Dat je dan hopelijk, dankzij die empathie, wat dan in feite gebaseerd is op een stukje kwalitatief onderzoek, dat als je dankzij die empathie uiteindelijk tot een inzicht komt van potjandori, mijn gebruiker heeft hier een daadwerkelijk probleem dat ik zou kunnen gaan oplossen. En dat je dan een opdrachtstelling voor jezelf definieert. En dat je dan eigenlijk het klassiekere innovatiefunnel-achtige proces ingaat, waarin je zegt van kijk, ik heb nu een ideation fase, zoveel mogelijk ideeën. Ik ga al prototypen ten testen, ten co-creatie, die stop met mijn gebruikers, en validerend richting een implementatie. Dus dat is een klein beetje de essentie van dat design thinking proces, zoals dat initieel geëvangeliseerd is geweest aan de start van de opkomst van design thinking. Een andere definitie die ik heel graag geef is, design thinking is gewoon the act of making something better for someone. Dus het dingen beter maken voor mensen. En dat betekent dat je people ten eerste zonder een A moet schrijven, zie ik nu. Maar dat betekent dat je mensen in hun context moet gaan bevragen, gaan betrekken om te komen tot betere innovatie. Dus de bedoeling is dat je iets beter maakt voor iemand in zijn context. En om dat even heel tastbaar te maken, dit is een koffiezetapparaat. Als ik nu aan jullie zou vragen, ontwerp mij eens een keer een beter koffiezetapparaat, dan kan ik mij voorstellen dat een aantal mensen van jullie zeggen van, dat kan ik wel. En dat er ook een aantal mensen van jullie zeggen van, ja, ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen. Nu, als je dit vraagt aan een ontwerper of een ontwerpbureau, kun jij voor mij een beter koffiezetapparaat maken? Dan zeggen die, ja, wij gaan dat kunnen. En dat is niet noodzakelijk omdat ze nu al weten hoe dat je koffie moet zetten. Dat is niet noodzakelijk omdat ze alles weten gaan spuitgieten. Dat is niet noodzakelijk omdat ze alle kennis al voorhanden hebben. Dus je zou kunnen zeggen, als een ontwerper zegt, ik kan dat, dan ligt die tot op zekere hoogte. Maar dat is niet helemaal waar, want de ontwerpsector heeft een proces en een ontwerper heeft een dergelijke mate van vertrouwen in de methodologie. Hij of zij weet welke stappen dat hij moet nemen om van een bestaand koffiezetapparaat een beter op de context afgestemd koffiezetapparaat te maken. En hij weet ook dat als hij de kennis niet in huis heeft, dat hij de kennis kan betrekken en dat hij die kan inschakelen in dat proces. Dus met andere woorden, als je aan een ontwerper vraagt om iets te doen wat hij nog nooit gedaan heeft, dan gaat hij altijd zeggen, ik kan dat. En denk dan eens even na, naar je eigen context, binnen je eigen organisatie. Stel je eens een keer voor dat je naar een willekeurige collega zou toestappen en aan die persoon zou vragen, zeg, zou jij eens een keer voor onze organisatie iets willen doen wat je nog nooit gedaan hebt? En denk dan eens eerlijk na over, wat zou jouw initiële respons zijn? Zou dat ja zijn? Zou dat nee zijn? Zou dat it depends zijn? De meeste goede antwoorden zijn it depends. Maar eigenlijk komt het erop neer, als jij nu het gevoel hebt van, als mensen mij een challenge geven die ik nog nooit gedaan heb, dan zet ik eerder een stap achteruit dan dat ik een stap vooruit zet. Wel, design thinking is eigenlijk wel die superkracht die jou het vertrouwen moet gaan geven om die stap vooruit te zetten. Zoals dat die ook in de ontwerpsector ontwikkeld wordt. Nu, om een voorbeeld te geven van hoe je een koffiezetapparaat zou kunnen gaan ontwikkelen. Ik heb je net gezegd, design is de daad om iets beter te maken voor iemand in zijn context of haar context. Als we nu een standaard koffiezetapparaat nemen, en ik ga jullie even introduceren aan mijn moeder. Mijn moeder is 81 jaar. En die is recent van de villa naar het appartement verhuisd.
En die drinkt één tasje koffie in de morgen en misschien nog eens een keer eentje in de middag, maar meestal stopt het met één tasje koffie in de morgen. En die krijgt altijd klachten van mij omdat ik de kwaliteit van haar koffie niet goed genoeg vind, omdat de pakken altijd al 3 weken open staat. Als jullie nu voor mijn moeder een nieuw koffiezetapparaat zouden moeten gaan ontwikkelen, en je mag er rust een antwoord in de chat gooien, wat voor soort koffiezetapparaat zou dat dan zijn? Mm-hmm. Met pads of met capsules? Iets met pads. Kleinere porties. Nespresso. Geïntegreerd in de keuken. Je krijgt meteen allerlei potentiële antwoorden. Ik koop zo'n Senseo. Ik ga een klein geheimje vertellen, Katrien. Ik heb mijn moeder een Senseo gekocht. Ik ben op bezoek gegaan bij mijn moeder. En toen mijn moeder het cadeau had uitgepakt, zei ze, ja, kijk eens in de keuken. Ik heb er eigenlijk eergisteren zelf een gekocht. Maar goed, in ieder geval komt erop neer. Als je een koffiezetapparaat wilt gaan ontwikkelen in functie of ontwerpen in functie van een andere context, dan zou een Senseo inderdaad voor mijn moeder een kandidaat kunnen zijn. Dat is trouwens ook een product dat ze momenteel gebruikt. Stel je dus een keer voor dat ik wat gevraagd. Ik ben durven toe te geven. Genetisch een halve Nederlander. En dat betekent dat ik een caravan bezit. Want dat hoort erbij, bij die genen. En ik drink heel graag goede koffie. Ik heb in de schuif van mijn caravan dit apparaatje liggen, wat een handpresso noemt. En dat is eigenlijk een apparaat waar dat je heet water in kapt en dan met een soort fietspomp kunnen dat ding oppompen tot 14 bar. En dan kun je 1 perfecte espresso drinken. Dus dat is mijn decadent momentje van mijn vakantiedag. Een perfecte espresso in een plooistoeltje voor de deur van een 30 jaar oude caravan. Met andere woorden, design is eigenlijk producten beter maken voor mensen in de context waarin dat zij zich bevinden. Ik hoop dat dat met deze voorbeelden een beetje duidelijk geworden is. Als je een koffiezetapparaat wilt maken dat gebruikt wordt op werven waar geen elektriciteit aanwezig is, wel, dan zou het kunnen dat je de batterijen van de power tools kunt gebruiken om koffie te maken. Dan krijg je een dergelijk toestel. Als je een slow koffieapparaat voor een bakfietshipster wilt gaan ontwikkelen, zou het kunnen dat je hier ergens terechtkomt. En ik wil maar zeggen, context en gebruiker is de inspiratie voor het verbeterde en het meer toegespitst maken van uw ontwerp. Zullen we iets verder gaan? We gaan de definitie van design thinking een klein beetje uitbreiden. Dat is in eerste instantie, en ik hoop dat ik dat zojuist duidelijk heb gemaakt, is design thinking eerst en vooral human- en user-centered. Wat design thinking altijd doet, is het probeert holistisch te werken. Dus een ontwerper zal altijd proberen om iets te ontwerpen binnen zijn ruimere context. Vandaar ook de raakvlakken tussen het systemischere ontwerpen, systems thinking en dergelijke, en design thinking. Omdat in feite een designer van nature altijd zal kijken naar het product dat ik hier vandaag moet gaan ontwerpen, of de dienst, of de website, of de app. In welke complete context bevindt zich dat? De app, hoe vormt dat een onderdeel van een bestaande customer journey? Dit product, hoe vormt dat een onderdeel van een bestaand gebruikspad? En ontwerpers gaan altijd kijken, gaan altijd een stap achteruit zetten en zeggen van, wat is hier nu eigenlijk de ruimere context? Een stoel staat in een kamer staat in een huis staat in een straat en een straat staat in een stad. En een ontwerper zal van nature altijd de neiging hebben om uit te zoomen. Minstens 1 niveau hoger. En als budget het toelaat, nog wel een paar niveaus hoger ook. Dus vandaar, ik hoop dat je daar ook een beetje het continuum tussen design thinking van individuele interventies en het systeemdenken al zo'n beetje ziet ontstaan. Buiten het feit dat holistisch is, is het ook co-creatief. Ik hoop dat ik daar al voldoende over gezegd heb eerder in de inleiding. Het is probleemoplossend, hebben we net ook zien terugkomen in de Wordle. Het is multidisciplinair, zoals ik gezegd heb. We mogen allemaal meedoen, want dat is te belangrijk en te ingewikkeld. Dus we moeten allemaal deelnemen. En het maakt gebruik van wat men abductief redeneren noemt. Abductief redeneren is een klein beetje moeilijk om uit te leggen. Maar als je bijvoorbeeld deductie en inductie bekijkt, dan zie je dat dat gaat over, ik heb data en ik kan daaruit een conclusie afleiden die met 100% zekerheid waar is. Terwijl dat, of die in ieder geval zeer waarschijnlijk waar is. Eigenlijk, abductief redenering gaat eigenlijk over, om het oneerbiedig te zeggen, beredeneerd gokken. Daarmee wil ik zeggen, abductief redeneren. Een ontwerper heeft het lef om op basis van beperkte data een hypothese te vormen en te springen en te zeggen, ik ga een prototype bouwen.
Dat is wat men in het designproces de informed leap forward noemt. Je kunt niet alles onder controle krijgen. Je kunt niet alle data 100% onder controle hebben. En je hebt ook de tijd niet. Er wordt meer kennis ontwikkeld dan dat je zelf kunt bijleren. Dus op een gegeven moment ga je een keer moeten springen. En een ontwerper heeft de moed om op basis van versnipperde informatie een analyse te maken en te zeggen, ik ga springen. Natuurlijk gaat hij ook een validatieproces hebben om ervoor te zorgen dat als hem gesprongen heeft, dat hem ook gaat controleren of hem juist geland is. En dat is in feite de moed die ook in design thinking zit. Het feit van, we kunnen het niet allemaal weten, de wereld is te complex, maar op een gegeven ogenblik, we springen. We gaan springen met een veiligheidsnet, maar we moeten vooruit. En dat is ook een stukje de moed die in het ontwerpproces zit, wat ik een heel belangrijke vind. Een iets uitgebreidere definitie, design thinking is in feite een human-centered innovatieproces dat een nadruk legt op observatie, samenwerken, visualiseren van ideeën, concept prototyping en business analyse. Belangrijk misschien om even mee te geven ook in de context van de opleiding hier, of van de opleidingen die wij geven. Wij zullen design thinking altijd doseren, niet los als een los procesje, maar altijd geïntegreerd in de context van een organisatie, in een business context. Alles wat transformatie aangaat, alles wat innovatie aangaat, je kunt dat niet doen zonder dat dat gelinkt is met de core van je organisatie. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk met je businessmodel bezig moet zijn. Dus met andere woorden, innovatie komt niet alleen uit gebruikersinzichten, maar je kunt ook ongelooflijk veel innovatieve mogelijkheden hebben als je met de elementen of de bouwstenen van je businessmodel gaat spelen. Dus ook daarin maken wij een heel belangrijk, proberen wij een zwaartepunt van te maken. Nu, als ik kijk naar het design thinking proces, eindelijk, we zijn al 32 slides ver, wanneer gaat hij eindelijk dat proces een keer laten zien? Wel, nu. Dan heb ik eerst een vraag voor jullie. En die vraag die gaat Eline weer even overnemen. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, ja, design thinking, dat is een proces met stages en gates, met etappes en met poortjes en etappes, om het zo te zeggen. Een heel simpele ja-nee-vraag en Eline gaat die even met jullie overnemen. Inderdaad, Remco. Ik ga even de poll lanceren. En jullie gaan die normaal gezien zien bovenaan jullie scherm. Hier in Zoom zelf kunnen jullie op de ja-nee-vraag antwoorden. Dus bovenaan. Voilà, en ik zie dat jullie ze gevonden hebben. En er wordt naar hartelust gestemd. Nog iedereen de tijd geven om er even op te antwoorden. Er is al een zeer duidelijke trend, Remco. Ben benieuwd. Ik kan hem nog niet zien, dus ik ben benieuwd. Ik ga hem jou zo tonen. Voilà, ondertussen hebben we een 70% van de aanwezigen hier gestemd. Dus ik ga de poll eindigen en even delen met iedereen wat het resultaat is. Oké. Een overwhelming ja. Hè. Een 80% van de mensen zegt ja. En ik ga daar nog een klein beetje op nuanceren. Het antwoord is dan natuurlijk alweer it depends. Eigenlijk komt het erop neer. Design thinking is een poging om een proces wat dan in feite ongelooflijk moeilijk voorspelbaar is, toch in een of andere manier in behapbare brokken te knippen. Maar eigenlijk haal je het meeste uit design thinking als je die chaos ook voor een stukje omarmt en dus met andere woorden niet te rigoureus bent met die stages en die gates. Klassiek gezien wordt innovatie altijd voorgesteld in elementen gelijk de innovatiefunnel. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het proces is fantastisch als je in een wereld leeft waarin dat je de oplossing van een probleem eigenlijk al kent. De grap is dat als we met design en innovatie bezig zijn, het is heel gemakkelijk om een gekend probleem en een gekende oplossing in een lineair pad met elkaar te verbinden. Maar op het moment dat je het onbekende ingaat, dan moeten we in feite toegeven dat design thinking een stukje rommeliger is dan dat we zouden willen aangaan. Er zijn heel veel, als je kijkt echt naar mensen die met design en design thinking bezig zijn, dan zul je zien dat die zeggen van ja, design thinking is eigenlijk meer een series van alternerende activiteiten doorheen de tijd om te komen van een probleem tot een oplossing. Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat we design thinking proberen te capteren in een lineair proces, dan doen we dat proces voor een stuk te kort.
En design thinking is iteratief, rommelig, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee onmanagebaar wordt. Het is net het beheersen van die chaos, het in de breedte voorwaarts bewegen, die design thinking krachtiger maakt. Nu, een proces dat ik jullie juist heb laten zien van design thinking, ziet er als volgt uit. Wij gebruiken binnen onze opleidingen het model van de double diamond, die ik ook al in de Wordle zag terugkomen. En waarom gebruiken wij de double diamond? Wel, omdat die eigenlijk twee aparte diamanten heeft. De eerste de research diamant en de tweede de design diamant. En wat we daar zo fijn aan vinden is dat hem in ieder geval visueel de researchfase van een project even groot maakt als de designfase van een project. Design thinking is niet alleen over het maken van oplossingen. Design thinking gaat ook over het vinden van de juiste noden, het vinden van een reden om te gaan innoveren. En ondanks het feit dat we dus zeggen, er is wel een zeker proces, wil ik toch zeggen, design thinking is eerder een mindset dan dat het een echt afgebakend proces is. Natuurlijk hebben we wel een aantal stappen en natuurlijk gieten we daar in een soort van proces. Het is logisch dat je eerst inzichten moet hebben voordat je kunt gaan innoveren. Dus dat betekent dat er wel een bepaalde logica in de stappen zit. Maar het is niet een fundamentalistisch te volgen stage-gate-proces. Hoe meer dat je dat proces gaat beheersen, hoe meer dat je ermee kunt gaan improviseren, ook hoe beter dat de resultaten van je innovatieproces gaan worden. Dus design thinking is een mindset eerder dan een proces. En wat ik een hele fijne samenvatting vind van wat design thinking eigenlijk is, dat is van Hassie en Laakso, dat is een wetenschappelijke, laten we zeggen, samenvatting. Zegt eigenlijk van, kijk, design thinking gaat over een human-centered approach. Denken door doen, visualiseren, zaken die we net ook al een beetje hebben gezien. Het convergeren en het divergeren. Het model van de double diamond, by the way. Divergeren om inzichten op te doen door research. Convergeren in een analyse. En dan divergeren in de ideegeneratiefase en convergeren richting een implementeerbaar concept. Dus met andere woorden, design thinking heeft een combinatie van divergerende en convergerende aanpakken. Het is een manier om. Het is een samenwerkingsproces. Het maakt gebruik van abductive reasoning, heb ik je net al aangehaald. Reflective reframing, holistisch en integratief. Maar wat ik het allermooiste vind, ga ik zo meteen nog even op terugkomen: de mentaliteit van design thinking. Design thinking is experimenteel en exploratief. Ja, dus we proberen, we experimenteren onszelf een weg naar de toekomst. We onderzoeken wat ons pad naar de toekomst zou kunnen zijn. Design thinking is tolerant met het onbekende, ambiguity tolerant. Herinner u de VUCA-slide van de inleiding. Maar het allerbelangrijkste, en dat vind ik echt iets wat je niet mag onderschatten, design thinking is optimistisch en toekomstgericht. En ik denk dat in een wereld waarin dat, laten we zeggen, verandering steeds snellere manier op ons afkomt, denk ik dat dat wel iets heel belangrijks is. Dat we, ondanks het feit dat de wereld in continue verandering is, dat we eigenlijk met goesting naar de toekomst kijken, dat we eigenlijk zeggen van, we weten niet precies wat er gaat komen, maar met onze skillset, met onze design thinking skillset in onze rugzak, weet je wat, kom maar op met die toekomst. Ik heb alleen maar zin om daar een stuk uit te bijten. Ik snap je, als je die mentaliteit in je organisatie kunt gaan krijgen, dat is eigenlijk het absolute doel van wat design thinking is. Als we dan iets meer inzoomen op dat proces van design thinking, dan zie je dat de stadia waarin dat dit verloopt, als we de eerste diamant bekijken, die gaat eigenlijk over een reden vinden om te gaan innoveren. En dat doen we hoofdzakelijk door kwalitatief gebruikersonderzoek. Als je kijkt naar de opleiding design thinking zoals we die geven bij Antwerp Management School, dan zul je zien dat we 2 dagen spenderen aan het goed bepalen van de strategische startfactoren van een project. En dat we dan een hele dag spenderen aan onderzoekstechnieken, observatie, interviews, focusgroepen, journey mapping, wat het ook maar mogen wezen. Een eclectische aanpak van een clusterbombardement aan kwalitatieve onderzoekstechnieken zal uiteindelijk leiden tot zoveel mogelijk data. En als we dan op een goede manier gaan analyseren wat er met die data juist, dan gaan daar inzichten uitkomen. En dat is het doel van die eerste diamant. Kwalitatief gebruikersonderzoek, je kunt dat combineren met kwantitatief, dat heb je de mixed methods, maar de essentie van design thinking gaat in eerste instantie over kwalitatief gebruikersonderzoek. Binnen de context van een business school zul je zien dat wij ook wel wat onderzoek doen wat meer, laten we zeggen, verspreid is, dat dat wat meer
klassieker wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met kwalitatief onderzoek, gecombineerd met kwantitatief onderzoek, dat we meer dat soort aanpakken in elkaar steken. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we, dat we kwalitatief onderzoek doen om te komen tot inzichten. En voor kwalitatief onderzoek, ja, dan moeten de broers in, dan moeten in de context aan de slag. En dit is een foto uit het echte leven, dit ben ik. Ik zit hier op mijn knieën onderzoek te doen om te kijken hoe dat we dat stuk kunststof, het is geen kunststof eigenlijk, maar dat stuk ecotextiel heet dat. Het is een project geweest voor Beaulieu al jaren geleden. Ben ik eigenlijk gebruikersobservaties aan het doen rond het gebruik van dergelijke doeken in de aanleg van tuinen. Dus je moet soms echt wel een keer de loopgraven in om erachter te gaan komen. Je moet gaan observeren, je moet eventueel zelf dingen gaan ervaren om echt die context en dat gebruik te gaan begrijpen. En als je dan onderzoek gaat doen in een daadwerkelijke context, dit is een klassiek voorbeeld ook van IDEO, waar ze onderzoek gingen doen naar, oké, wat zijn de problemen rond water in laten we zeggen, landen waar water schaarste is. En dan is transport van water en dat soort zaken een groot probleem. En als je dit soort contexten gaat observeren, waarin dan mensen grote gewichten op hun hoofd moeten dragen, dan zou het wel eens een keer kunnen dat je komt tot dergelijke oplossingen. Ik weet niet of iemand deze ooit al gezien heeft. Het is een beetje een klassieker in de wereld van het human-centered design. Maar dus rolbare tonnen die dat je achter je mee kunt trekken, waardoor dat je grote volumes water kunt meepakken met veel minder belasting voor je lichaam. Dat is in feite de essentie. Hè? We gaan leren in de context welke problemen er zijn en we gaan proberen betere oplossingen te maken voor die context. Nu, een volgend jaar nee vraagje. Eline, daar zijn we weer. Design thinking is vooral bedoeld om betere producten te maken. Yes, hier zijn we weer. Voilà. We gaan eens naar de volgende, inderdaad. Voilà. Die zou nu ook zichtbaar moeten zijn, opnieuw aan de bovenkant van jullie scherm. Oké. Komt vlotjes binnen. Nog een paar secondjes. En ook weer een duidelijke trend. Ik hoop het. We gaan het zo dadelijk zien. Voilà. Bij deze. Voilà, een overduidelijke nee. En daar ben ik zeer dankbaar om. Natuurlijk, die nee heeft een aantal redenen. Hè. De eerste reden is waarschijnlijk, omdat ik heb in de inleiding ook al wat aangehaald, maar design thinking gaat niet alleen over producten, maar het kan ook gaan over diensten, klantenervaringen, product-service systemen. Als het gaat over een maatschappelijke impact die je wenst te gaan creëren, dan gaat dat waarschijnlijk ruimer gaan dan alleen producten. Dus dat is één van de avenues, of één van de redenen, hoop ik, dat jullie hebben gezegd van nee, design thinking gaat verder dan alleen maar producten. Maar ook, wat ik toch wil meegeven, is dat design thinking, wat mij betreft, en dan spreek ik nu over design thinking voor organisaties, dat design thinking niet alleen bedoeld is, niet alleen zijn positieve effect heeft op de output van het innovatieproces, zijn de betere producten, diensten, dat soort zaken, betere businessmodellen. By the way, ben ik nog aan het delen. Ja hoor. Oké, perfect. Kwestie dat er niks misgelopen is met de switch tussen ons. Maar ik probeer design thinking ook altijd binnen te brengen als een vorm van Trojaans paard binnen een organisatie. Ik zeg altijd, design thinking heeft een hoofddoel en een nevendoel. En je mag zelf kiezen wat jouw hoofddoel is. Als jij zegt, ik wil design thinking binnenbrengen binnen mijn organisatie, omdat ik een nieuwe innovatiemethodologie wens binnen te gaan brengen, dan is dat een heel fijn doel en weet dan dat het aangenaam neveneffect ervan is dat je ook positieve effecten gaat creëren op het gebied van innovatiecultuur en innovatie zelfvertrouwen binnen een organisatie. Je kunt ook zeggen, nee, ik wil eigenlijk design thinking binnenbrengen om ervoor te zorgen dat ik een culturele shift maak in mijn organisatie richting in een transformatietraject bijvoorbeeld. En dan zul je als aangenaam neveneffect hebben, want dat kun je ook als belangrijkste invalspunt vinden. En dan zal je aangenaam neveneffect zijn dat je mensen in staat zullen zijn om beter bij te dragen aan de ontwikkeling van de producten en de diensten. En dan zal je uiteindelijk het doel ook zijn dat je gewoon bijdraagt aan de groei van je organisatie op cultureel gebied, op innovatiecultuurgebied.
Er is een mooi adagium van Marshall McLuhan, die zegt: First we shape our tools and then our tools shape us. Eigenlijk komt het erop neer dat als wij design thinking binnenbrengen binnen een organisatie, dan leren wij die mensen eerst en vooral tools aan. We leren ze observeren, we leren ze prototyping technieken, we leren ze personas maken, we leren ze design briefs opstellen. Elementen, tools die in dat proces op een of andere manier gebruikt kunnen gaan worden. Op het moment dat je die tools in processen gaat gebruiken, dan kun je dus ook keuzes maken of dat je nieuwe processen gaat maken of dat je bestaande processen gaat aanpassen. En laten we zeggen dat wij proberen om te zeggen van ontwikkel je eigen taal. Hè. Je mag gerust tools gaan implementeren in de processen die je al hebt. Maar wat dat je gaat merken is als je ingrijpt in de processen rond de innovatie binnen je organisatie, dan ga je ook anders met elkaar moeten gaan babbelen. En voordat je het weet ben je structuren aan het doorbreken binnen je organisatie. Van ben je eigenlijk silo's kapot aan het maken, maar ben je eigenlijk die zelfsturende teams aan het faciliteren rond dat proces. Dus eigenlijk als je die shift wilt maken van dat silo-denken naar dat autonome, dan zul je zien dat design thinking daar een zeer goed vehikel voor is. En dat je langzaam maar zeker vanuit het project en dus bottom-up bijdraagt aan de transformatie van die silo-organisatie naar die zelfsturende organisatie. Maar gewoon aldoende. Niet door top-down nieuwe dingen te implementeren, maar door gewoon in de projecten mensen rond processen met elkaar te laten samenwerken, krijg je een heel mooi, laten we zeggen, katalyserend effect op het gebied van innovatiecultuur. En de heilige graal is dat je dus ervoor zorgt dat mensen via die tools, processen, communicatiestructuur, dat je uiteindelijk een cultuur creëert waar dat mensen niet meer bang zijn om te gaan innoveren en dat ze zelfs met zelfvertrouwen en met veel goesting aan de slag gaan in de context van innovatie. Nu, een vraagje dat ik nog voor jullie heb, en dat is een laatste vraag die ik jullie wil stellen, dat gaat weer in een Wordle zijn. Wat zijn de kritische succesfactoren voor jullie als het gaat rond transformatie? Digitale transformatie, sustainable transformation, exponential transformation, maakt me niet uit. Verandering binnen een organisatie, wat zijn daar succesfactoren in volgens jullie? Dat is de word cloud, hè? Ja, klopt. Ja. Dus dan zitten we eigenlijk terug in de word cloud. Dus ik deel opnieuw even de link met jullie. Ja, en ik zet ook alvast deze vraag open. Voilà. Dus opnieuw eventjes naar de link gaan op jullie laptop of computer of op jullie gsm. En dan kunnen jullie daar een aantal woorden ingeven. Intussen zal ik dan mijn scherm delen, want jij bent nog aan het delen. Remco, we hebben nog maar 6 antwoorden binnen. Aan iedereen, warme oproep om het in te vullen. Mensen moeten misschien nog een beetje nadenken. Ja, dat is wel de moeilijkste vraag die ik vandaag ging stellen. Ja? Voilà, ik zal al eens even mijn scherm delen, dan kunnen we al eventjes meekijken. Dan neem ik eventjes over van jou, Remco. Voilà. Dat zouden jullie moeten kunnen zien. Voilà. En ik heb inderdaad een betere bril nodig. Of jouw scherm is te klein. Ja, dit gebeurt op het kleine scherm, ja. Ja. Want ik zit hier op het grote scherm. Communicatie, draagkracht, mindset. Hè? Alvast in ieder geval dankjewel voor de veelheid aan antwoorden. Ja. Ik ga jullie even kijken. Communicatie, change management, dankjewel. Dat is een belangrijke. Leiderschap speelt ook altijd een stukje mee. Empathie. Ik hoop dat jullie zien dat in de termen die hier omhoog komen, dat er ook een heel groot stuk van de elementen gecoverd worden waar we het al over hadden. Hè. Die transversale communicatie in die zelfsturende teams, het empoweren van mensen met nieuwe kennis en nieuwe methodologieën om eigenlijk het onbekende aan te pakken. Ik hoop dat je voelt dat hier belangrijke factoren in zitten. Ik ga even terug overnemen, als je het goed vindt. Ja, zeker hoor. Voilà. Dan moet ik even kijken welke deel ik. Dan deze. Voilà. Ik heb een testje gemaakt. En dat testje gaat in de opvolgmail aan het webinar van vandaag, gaat dat jullie toegezonden worden.
Beschouw het een klein beetje als een de flairtest van hoe klaar is mijn organisatie om te transformeren en om innovatie en transformatie aan te pakken. En dat heeft eigenlijk een viertal dingen die ik bevraag. Ten eerste, hebben jullie een duidelijk doel? Dat gaat dan rond purpose en rond missie. Hebben jullie een duidelijke organisatiestructuur en framework binnen de welke dat die transformatie plaatsvindt? Maar belangrijk ook is, hebben jullie de juiste attitude en skills binnen jullie organisatie? Ik ga de tool nu niet in detail overlopen, maar deze tool gaat u toegezonden worden. En ik hoop dat deze test ook jullie een spiegel voorhoudt van kijk, volgens mij is er hier nog wel wat werk. Zou ik hier nog wel wat aan willen werken? En ik hoop ook, als je dat in relatie brengt met de webinar waar we vandaag mee bezig zijn, dat je zult zien dat er binnen design thinking een heleboel antwoorden zullen zijn op de verzuchtingen waar jullie mee geconfronteerd worden als het gaat rond die transformatie. En dus met andere woorden, voor zij die daar zin in hebben en zichzelf een keer een spiegel willen voorhouden, deze tool wordt u toegezonden. Voor vandaag wil ik nog een aantal dingen doen en ik zie dat mijn tijd al redelijk aan het evolueren is. Dus ik wil jullie vooral vertellen van kijk, als jullie doel is om jullie organisatie te laten doorgroeien naar een zekere mate van creatief zelfvertrouwen, dan is design thinking daar wat mij betreft het ultieme vehikel voor. Hè? Omdat het vanuit de projecten, vanuit de dagdagelijkse werking, die samenwerking stimuleert, die communicatie verbetert, die cultuur naar een ander niveau brengt en uiteindelijk leidt tot dat creatief zelfvertrouwen. En als je dan even kijkt naar wat wij binnen Business Design Thinking doen, de opleidingen die wij geven binnen Antwerp Management School, dan zien we dat we vooral dat wij met Business Design Thinking bezig zijn en niet alleen met Design Thinking, omdat we starten vanuit een duidelijke strategische ingebedde challenge. Dat we niet alleen over de output van design thinking processen bezig zijn, maar ook over het managen van die processen, hoe dat je met teams in co-creatie gaat en hoe dat change aspect ermee te maken heeft. Dat we altijd een integrale innovatieaanpak hebben. Dus het is niet alleen user-centered, maar ook het businessmodel is belangrijk. We denken businessmodel vanaf het begin. En eerst creëren we waarde om dan eens na te gaan denken over hoe we die waarde zouden kunnen gaan capteren. Nu, als kleine uitsmijter van vandaag, zou ik jullie nog één voorbeeldje willen meegeven, wat ik zelf heel erg trots op ben. We hebben recent een onderzoek afgerond en we zijn bezig met het uitrollen van een dienstverlening rond reïntegratie naar burn-out. Nu, vanmorgen nog in de krant stond er een artikel in de Standaard over bijna dagelijks staan er tegenwoordig artikels in de Standaard, die gaan over dat burn-out niet een individueel probleem is, maar een gedeeld probleem tussen de werkgever en de werknemer. Vandaag stond er een artikel in van, kijk, ik ben in gesprek gegaan met mijn werkgever, maar ik was heel blij dat mijn therapeut erbij was, want alleen had ik het niet gekund. Dus er zijn een aantal, reïntegratie na burn-out, reïntegratie, als je een burn-out hebt meegemaakt, terug in de bestaande werkcontext, is niet zo heel erg eenvoudig. En de vraag is eigenlijk, het is geen ja-nee-vraag, we gaan geen poll meer doen, Eline. Maar de vraag die ik wou stellen was eigenlijk, design thinking can mitigate burn-out. Kan design thinking burn-out de wereld uithelpen? En ik ga de poll niet meer lanceren, maar het antwoord is natuurlijk volmondig ja. Of it depends. We zullen weer die kant op gaan. En laten we zeggen dat dit niet echt een première is, maar toch een klein beetje. We hebben een heel mooi project gedaan, reïntegratie naar burn-out. Was gefinancierd door het Europese Sociaal Fonds. We hebben dat gedaan met een aantal partijen. Mensura, Certimet en de Vlaamse de Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out Coaches waren betrokken bij dat project. En eigenlijk hebben we daar een zeer uitgebreid traject in gedaan, waarin dat we met een multidisciplinair team ook aan onderzoekers. Dit zijn ze. Eva, die ook een doctoraat rond burn-out aan het voorbereiden is. David, die een tovenaar is met data. En ikzelf, die dat dan vanuit meer de design-gedreven onderzoeksaanpak betrokken was. Hebben we eigenlijk een traject gedaan waarin dat we zowel een academisch onderzoek hebben gedaan, desk research, literatuur review, dat soort zaken, dat we een kwalitatief onderzoek hebben gedaan, gebaseerd op de design thinking methodologie, interviews, focusgroepen, journey mapping, generatieve sessies, dat soort zaken. We hebben in totaal 60 man bereikt. We hebben een kwantitatieve bevraging gedaan, waarin we in totaal, schrik niet, 1247 echte respondenten hebben gehad, dus volledig ingevulde
vragenlijsten, wat ook maar een indicatie is van hoe brandend topic dat eigenlijk is. En daar hebben we uiteindelijk heel veel inzichten uit gehaald. En die inzichten hebben dan geleid, na natuurlijk een zeer gedegen analyse, hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe dienstverlening die we momenteel aan het uitrollen zijn in samenwerking met Certimed, Vereniging van Stress en Burnout Coaches. Zijn we die aan het uitrollen in de markt. En die bevat eigenlijk een nieuwe job. We hebben een nieuwe functie ontwikkeld. Een nieuwe training, een opleiding voor mensen die nieuwe functie gaan uitoefenen. Een volledig service draaiboek. Een digitale en analoge toolkit. Ik heb hem toevallig hier nog achter me staan. Eigenlijk komt het erop neer dat we een toolkit hebben ontwikkeld die eerst en vooral in de breedte via een kaartenset een gesprek, het thema burn-out totaal bespreekbaar maakt bij zowel werkgever als werknemer. En dan eigenlijk het spectrum inventariseert van kijk, waar liggen momenteel de problemen die geleid hebben tot de burn-out en wat zijn de assen waarop we moeten gaan werken om die reïntegratie tot een succes te maken. Dat is een eerste verhaal dat we ontwikkeld hebben. Een kaartenset die op een 14-tal parameters eigenlijk het gesprek opentrekt tussen werkgever en werknemer. En dat wordt begeleid door een door ons opgeleide externe facilitator, een soort van neutrale derde. Vervolgens hebben we ook een digitale tool ontwikkeld. Ik hoef jullie waarschijnlijk niet uit te leggen dat je daarvoor een heleboel oefeningen moet doen rond wireframing en dergelijke zaken. En hebben we ook een dashboard ontwikkeld. En het unieke aan dat dashboard is dat we eigenlijk een soort van bevraging hebben gemaakt die dat geleid heeft tot een dashboard. Dit zijn screenshots uit dat verhaal. Je ziet hier al de vragenlijsten. Dit zijn de thema's die al ingevuld zijn. Dit zijn de thema's die lopende zijn. Dit zijn degenen die nog moeten. Waar je uiteindelijk een uitgebreide vragenlijst hebt. En het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Als een persoon een burn-out heeft, dan heeft hij daar een hele individuele persoonlijke ervaring rond. Een hele andere ervaring dan dat de werkgever rond burn-out met die persoon heeft. En het idee dat we eigenlijk hebben ontwikkeld, is dat we een soort van tool hebben ontwikkeld waarin dat we die twee hele subjectieve ervaringen kunnen brengen naar een gedeeld en geobjectiveerd veld. Twee individuele ervaringen samenbrengen en dan gaan kijken van waar kunnen we hier met elkaar op gaan werken om die burn-out reïntegratie zo succesvol mogelijk te maken. En deze tool, dit zijn screenshots vanuit die tool, is eigenlijk een meetinstrument die de delta tussen de huidige context en de context die het meest gericht is op succesvolle reïntegratie zichtbaar maakt, zodanig dat een externe facilitator in samenspraak met werkgever en werknemer uiteindelijk samen kunnen gaan werken aan de randvoorwaarden om de reïntegratie naar burn-out zo succesvol mogelijk te maken. Een project waar ik zelf onwaarschijnlijk trots op ben en waar ik ook uren over kan praten, maar de afspraak was dat ik vandaag maar een uur informatie ging geven. We hebben nog wat tijd voor vragen. Dus bij deze zou ik willen gaan afronden, maar ik hoop dat jullie zien dat zelfs hele complexe problemen met multi-stakeholder omgevingen in hele ingewikkelde socio-economische contexten, dat ook daar met design thinking, dat je daar prachtige resultaten in kunt gaan realiseren. En op die vrolijke noot wil ik jullie eigenlijk zeggen van kijk, design thinking, ik kan het je alleen maar aanraden om daarin te investeren in een stukje kennisopbouw, omdat je de complexiteit van hetgeen wat je ermee kunt bereiken wordt alleen maar groter en groter naarmate dat je het doet. En ik denk ook dat het een hele positieve invloed heeft op het gebied van, laten we zeggen, het creatieve zelfvertrouwen van je organisatie. Deze test krijgen jullie opgestuurd. En eigenlijk heb ik ook nog een lijstje boeken aan de presentatie toegevoegd die misschien de moeite zijn om eens een keer te gaan bekijken. En voor nu ga ik mijn mond houden en het woord even teruggeven aan Nelly. Dankjewel, Remco. Ik ben eventjes aan het kijken in de chat. Hè. Er zijn nog niet veel vragen binnengekomen. Dus ik zou zeggen, mensen, als jullie op dit moment vragen hebben voor Remco over business design thinking, in de context van deze webinar, maar ook als jullie willen weten van, ha, kijk, als ik die opleiding zou willen volgen, hè, kan dat dan in geval X, Y of Z? Of ik wil dit ermee bereiken, ga ik dat eruit halen. Hè? Dus misschien dat jullie daar nog eventjes over kunnen nadenken en alvast wat vragen in de chat delen. Misschien wel al een vraagje voor jou, Remco. Een hele praktische vraag alvast. Of die tool, hè, de FLAIR-test, zoals je die net noemde, of dat die ook in het Engels beschikbaar is? De tool, die zelftesttool? Ja. De zelftesttool is in het Engels. De gebruiksaanwijzing is wel in het Nederlands, maar die valt zeer gemakkelijk te Google Translate dan. Maar de tool zelf is inderdaad in het Engels. Ik heb hem niet in het
Dat valt dan al, dat is dan al een goeie. Hè? Dus die Engelse versie die komt aan jullie richting uit. Misschien ik zie daar die squiggle. De boek Onweerstaanbaar waar design staat trouwens ook in het lijstje. Jurgen Tange is een van de docenten die ook in de masterclass betrokken is. Dus, ja. Ja, ja dankjewel Remco. Ik misschien ook eens eventjes ingaan op een misconceptie. Die toch vaak eerst. Hè? Dus je hebt al gezegd, het gaat niet alleen over producten, die business design thinking, maar ook diensten. Hè? Zoals dat je net eigenlijk hebt toegelicht met het voorbeeld van de reset tool. Maar dat het dus ook toepasbaar is op processen en systemen. Hè? Dus dat had je er juist tijdens die presentatie al aangehaald. Maar misschien een andere misconceptie, waar dat je even op kan antwoorden, is dat gezien de titel business design thinking is, wilde dan zeggen dat het niet voor de publieke of de non-profit sector. Nee, dat is mag wel wat ruimer dan gaan dan dat. Eigenlijk komt het erop neer dat je wilt proberen om iets te ontwikkelen wat een reden heeft om te bestaan. Hè? En als iets een reden heeft om te bestaan, dan zal er in een commerciële context vaak zijn het businessmodel. Allee, je wilt iets ontwikkelen wat duurzaam kan blijven bestaan in de markt nadat je het ontwikkeld hebt. En dat betekent in een klassieke business context dat dat over het algemeen meer moet opbrengen dan dat het moet kost. Want anders dan kan het niet blijven bestaan, want dan bloedt het middelen en zal het uiteindelijk een soort erosie-effect teweeg brengen. Voor de duidelijkheid, als ik rond business modeling en dergelijke werk in bijvoorbeeld lokale besturen, dan is er ook wel een afweging te maken van wat is eigenlijk waarde. Wanneer is het waard om iets duurzaam te laten bestaan? En als jij zegt van dit is een beperkte investering financieel om een groot maatschappelijk effect te bekomen en het ligt in lijn met waar we naartoe willen, dan heb je op dat moment voor mij, wat mij betreft, een leefbaar businessmodel gemaakt. Dus je mag businessmodel, moet je niet te stringent zien. Je wilt waarde creëren en die waarde moet in verhouding zijn met de inspanning die je ervoor moet gaan leveren. En als die waarde is, ik heb mijn merk versterkt. Als die waarde is, ik heb maatschappelijk iets verbeterd. Een voorbeeld van bijvoorbeeld die reïntegratiecoach. Wel, die gaat eigenlijk... als je kijkt naar dat reïntegratieproject... stel je voor dat een reïntegratiefacilitator een gemiddeld reïntegratietraject met 4 of 5 maanden zou kunnen gaan verkorten. Dan heeft dat project op zich misschien wel middelen gekost. Maar dan is de waarde die het maatschappelijk heeft opgeleverd ook voor een aantal partijen is significant. Dus ik wil maar zeggen, business, laat je niet afschrikken door het woord business. Het gaat er eigenlijk op neer, ik wil iets ontwikkelen dat zowel waardevol is voor een eindgebruiker als duurzaam doorheen de tijd exploiteerbaar of inzetbaar is. Dat is misschien een belangrijker antwoord. Ja, en wel, voilà. Dus die nuance is inderdaad belangrijk om te maken. Hè. En wij verwelkomen ook in die opleiding zelf, hè, Remco, telkens ook mensen vanuit die sector, hè. Dus iedereen is daarin welkom en het is op elke organisatie, elk team en eigenlijk elke persoon eigenlijk, of individu van toepassing, hè, of die van te gebruiken. Ik zag hier ook een vraagje over de reset tool zelf. Hè. Daar zullen we misschien heel kort op antwoorden. Daar is destijds een opleiding over geweest, hè, ook rond die reset toe. Maar daarvoor kan je eigenlijk contact opnemen, Remco, als ik me niet vergis, met Eva. Met Eva, ja. Met Eva Geluk. Ja. Misschien is het interessant dat we in de opvolgmail dat we de contactgegevens van Eva ook opnemen. Dan kunnen we ook mensen daar contact mee op gaan nemen. Ja, die zullen we ook delen, hè, want ik zie dat daar wel wat interesse... Het is een belangrijk onderwerp, hè. En ik ben, moet zeggen, als ik terugkijk op de projecten die ik in de laatste jaren gedaan heb, is het ook wel een wat ik zelf van denk van blij dat ik dat heb mogen doen. Ja, dat is echt eentje met impact, hè. Ik zie ook een vraag van Marianne Meelsen. Ze zegt, ik maakte onlangs kennis met een design sprint. Heb je daar ervaring mee, hè? En in welke situaties zou je die aanraden? Ik heb daar een haat-liefdeverhouding mee. Dag Marianne trouwens. Marianne en ik, we kennen elkaar. Design sprints, ik ben een fan. Maar doe het op de juiste manier en doe het op de juiste manier gekaderd. In die zin van een design sprint, wat is dat? Dat is in feite een ontwerpproces samengeduwd in een presspot. Wat is een mooi Nederlands woord? Een presspot, hè?
samengeduwd in een pressure cooker. Hè? Nog een mooi Nederlands woord. Het eigenlijk komt het erop neer in een design sprint. Hè? Het meest populair is de Google sprint. Hè? Die daar, laten we zeggen, een design thinking ondersteund proces samenduwt in een iteratieve sprint van een dag of vier. Hè? En ik ben daar op zich niet tegen, op voorwaarde dat je goed beseft dat een geïsoleerde design sprint geen substituut is voor een uitgewerkt ontwerpproces. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, alles wat te maken heeft met hackathons, design sprints, dat soort zaken, zodra dat je die geïsoleerd doet van de werkelijkheid, dan ben je eigenlijk slechts één iteratie aan het doen van wat in werkelijkheid een langer ontwerpproces zou moeten zijn, waarin dat je je stakeholders ruimer en langer kunt gaan betrekken. Dus een design sprint is voor mij goed om op korte tijd een keer een grote stap te maken, maar een design sprint is geen innovatieproces as such. Een van de mensen waar ik erg naar opkijk is Adam Lawrence, en die heeft een adagium, en dus omdat ik zijn naam ook even vermeld, want ik vind het heel sterk, die zegt altijd: je kunt wel een sprint in design steken, maar je kunt design niet in een sprint steken. En ik hoop dat dat een duidelijk antwoord is op het fenomeen design sprint. Een design sprint is een krachtige gecondenseerde iteratie in een ontwerpproces, maar het is geen ontwerpproces as such. Ja, dank je. Dank je wel, Remco. Ik denk dat dat een heel helder antwoord is op de vraag van Marianne. Ik zie hier ook van een ex, eigenlijk een alumnus van de masterclass, Tim Van Rompuy, die zijn ervaring even deelt met de opleiding, de business design thinking. Dank je wel ook, Tim. En dan even kijken naar Siegfried. Het is niet meteen een vraag, het is eigenlijk een stelling, denk ik, Remco. Ik weet niet of jij die kan zien. Over transition design naar organizational design. Overstijgt meestal het mandaat. Heb je daar nog iets aan toe te voegen of een side note dat je erbij wilt plaatsen? Nee, eigenlijk komt erop neer dat hetgeen wat we met design kunnen aanpakken, dat steeds ruimer wordt. Dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat ik al een klein beetje heb verteld. En dat je nu ziet dat we hebben een tijd lang tegen de grenzen van systems thinking en design thinking liggen op boxen. Daar zijn we nu ongeveer voorbij aan het geraken. Dat die transitie, dus de transition design zoals dat ik hem geponeerd heb, is eigenlijk, laten we zeggen, die grote veranderingen in maatschappelijke context proberen op een of andere manier in een sequentie van interventies, in een soort van georchestreerd geheel van interventies te gieten. En dat heeft heel veel. En als ik nu kijk naar, laten we zeggen, transformatie binnen organisaties, dan probeer ik ook heel sterk, laten we zeggen, de roadmap aanpak van verandering op te brengen. Dus met andere woorden, je hebt een grote visie en dan heb je een roadmap die voldoende flexibiliteit toelaat om daar te geraken, maar die ook gewoon je acties en je producten en je diensten verbindt met het behalen van die transformatie, met het bijdragen tot die transformatie. Maar ik zeg het, Siegfried, dat is een hele moeilijke doos die je daar opent. Misschien is dat een om een keer in detail naar te kijken. Ja. Dat denk ik ook. Hè. Ik denk dat er nu eigenlijk twee vragen ook binnenkomen die aan elkaar gelinkt zijn, van Xander en van Galit. Dus Xander zegt eigenlijk van ja, ik vind het interessant het webinar, maar het blijft een beetje vaag. Hè. Wat moet ik hier mee na dit webinar? En terwijl Galit vraagt eigenlijk van wat wil je nu, hè, Remco, dat de mensen na dit webinar eigenlijk anders gaan doen in hun organisatie? Ja, wat ik in dit webinar niet gedaan heb, en dat is ook wel een beetje een bewuste keuze, is ik heb in dit webinar niet gezegd, dit is het procesje en zo moet je het doen. Nee. Waarom niet? Omdat ten eerste, dan doe ik het proces tekort om te zeggen, ik kan dat in een uur wel even uitleggen. Want ik hoop dat je merkt dat ik probeer daar wat nuance mee aan te brengen. Dus dat betekent inderdaad dat je niet meteen na dit webinar aan de slag kunt. Maar ik heb hopelijk wel laten zien welke impact design thinking kan gaan hebben binnen je organisatie en welke resultaten dat je ermee zou kunnen gaan bereiken. Wat ik altijd heel gevaarlijk vind, het design thinking proces as such is heel gemakkelijk uit te leggen in 10 minuten. Maar het gevaar daarmee is dat mensen dan denken, het gevaar van dat proces uit te leggen in 10 minuten is ook dat mensen denken dat het maar dat is.
daadwerkelijk het transitieproces of om goed worden in design thinking en het maximaal eruit halen, is ook een groeipad voor jou als individu en een groeipad voor jouw organisatie, wat gemakkelijk 3 tot 5 jaar duurt. Dus ik wil daar heel bewust niet te licht over gaan. Er zijn heel veel online bronnen die daar wel licht over gaan. En dat is wat mij betreft hun verantwoordelijkheid. Maar als je gaat naar de, als je zegt van kijk, met design thinking, om dat op een goede, genuanceerde, skillvolle manier toe te passen, dan kan het zoveel meer. En ik wil dus ook, ik vind het ook heel belangrijk dat we vanuit de context van een business school, dat we ook daar niet van weglopen. Het is niet simpel. Je kunt het simpel voorstellen, maar het gaat eigenlijk over hele complexe zaken binnen een organisatie. Dus vandaar dat ik heb geprobeerd om vooral dat te belichten. Van kijk, dit kun je ermee, die kant kun je ermee op. Ja, en dat is ook zo. Hè. Dit, zoals we aan het begin van het webinar ook zeiden, we raken nu aan de oppervlakte van wat design thinking is. Hè. Maar om het echt te willen gaan en te kunnen gaan toepassen in uw eigen organisatie, dat is een kunst. En die kunst die moet je leren en inoefenen. Hè? Dus dat is iets wat dat dus met die opleiding bijvoorbeeld wel kan. Hè? We krijgen hier nog een heel interessante vraag van Hilde. Hè? Dus zij vraagt van, ja kijk Remco, bekijk je design thinking dan eerder als mindset? Waarmee dat je naar kleine en grote vraagstukken kijkt. Dus wordt het dan eigenlijk eerder onderdeel van een organisatiecultuur, hè, waar dat iedereen van doordrongen moet zijn binnen de organisatie? Ik denk dat... Nee. Mindset switch kun je niet creëren op een half uur. Hè. En dat is dus de reden waarom dat ik design thinking zo interessant vind. Wat dat je eigenlijk wilt is een mindsetverandering als het gaat rond innovatie en omgaan met het onbekende. En je wilt ook gewoon... Die mindset heb ik al een beetje toegelicht als het gaat rond dat verhaal van Hasso en Laakso, rond het optimistische en toekomstgerichte. En design thinking is eigenlijk een heel mooie drager om die mindset te gaan creëren. Je kunt een mindset moeten ontwikkelen. Een mindset ontstaat doorheen de tijd. Design thinking als proces is een ideaal startpunt, omdat een proces dat je gaat herhalen als denkproces gaat uiteindelijk leiden tot... Tot die mindsetverandering. Het fenomeen neuroplasticiteit is nu misschien bekend of niet, maar het komt er eigenlijk op neer dat als je een brandoefening bijvoorbeeld 2 keer per jaar doet, op het moment dat een boel echt in brand staat, dan gaan de denkpatronen die je aangeleerd hebt tijdens die brandoefening gaan automatisch ervoor zorgen dat je op die manier gaat redeneren. En met design thinking is dat een beetje hetzelfde. Het patroon of het proces van design thinking herhaald gaan toepassen, gaat ervoor zorgen dat dat eigenlijk je go-to gedachteproces gaat worden doorheen de tijd. Er gaan in je hersenen echt wel wat dingen veranderen, waardoor dat die denkpatronen meer bandbreedte krijgen. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik bedoel met die mindset creëren vanuit het proces. Een proces aanleren, dat herhaaldelijk toepassen, en voordat je het weet, wordt dat proces een tweede natuur. En dan ben je eigenlijk met die mindset change bezig. Dus hoe ik design thinking binnenbreng bij organisaties, wel met de tools en de processen, maar eigenlijk ben ik bezig met de mensen een vehikel aan te bieden dat uiteindelijk naar de mindsetverandering zal gaan leiden. Door het herhalen van die denkprocessen wordt dat een tweede natuur. En dat is een beetje, als ik sprak over een Trojaans paard, het aangename neveneffect. Mensen worden wel degelijk innovatiever, flexibeler, dankzij hun succeservaringen met dat proces. Ja, absoluut. Hè. Dat is ook onze ervaring inderdaad. Voilà, dan denk ik dat we erdoor zijn doorheen de vragen. Dus dat is fijn. Hè. Dat wil zeggen dat we zelfs iets vroeger kunnen stoppen en dat iedereen van zijn lunchpauze kan gaan genieten. Dus bedankt Remco voor alle inzichten. Hè. Het was maar een uur of anderhalf uur. Hè. Dus je kan maar bepaalde dingen natuurlijk delen. Maar ik hoop dat we toch een aantal mensen hebben warm gemaakt en jullie nieuwe dingen hebben geleerd. En als jullie na dit webinar zo het gevoel hebben van ik wil die methode toch echt wel ook onder de knie gaan krijgen. Ik wil daar echt mee aan de slag binnen mijn organisatie. Ik wil dat creatief zelfvertrouwen echt gaan opbouwen en meer leren innoveren. Dan mag je altijd eens een keertje naar ons bellen of een mailtje sturen. Je gaat mijn contactgegevens ook hebben in de opvolgmail. En als je dan zegt van die opleiding, ik wil dat toch wel verkennen, die opleiding in oktober, dan zijn jullie zeer welkom om naar ons uit te reiken. Dus voilà, de recording, de opname en de slides die volgen nog, net als ook de tool van de Flair, waar Remco het over had, dat volgt allemaal nog. Dus dan wens ik jullie een heel fijne
een namiddag toe. En bedankt dat jullie erbij waren. En bedankt ook Remco. Met heel veel plezier.